Hallo, 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 dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij F1 2020 My Team Career Mode. Even wat anders. Zoals jullie kunnen zien gaan we niet verder met de normale Career Mode. We zouden eigenlijk nu in Oostenrijk zijn. Ik heb per ongeluk de faal in Engeland, de race, verwijderd. En die kan ik dus ook niet meer terughalen. Dus heb ik besloten om de Career Mode overnieuw te doen. Alle oude afleveringen van mijn kanaal van F1 2020 zijn verwijderd. Dus er zijn nu geen afleveringen van F1 2020 My Team Career Mode. Seizoen 1 en seizoen 2 zijn niet online dus. Maar we beginnen dus van helemaal van voren af aan. Het is even spannend. Schraven Racing gewoon nog steeds. De sponsor, we gaan voor het meeste geld. Dus die 4,6 miljoen dollar is dus binnen. De motor. We kunnen kijken of we misschien Ferrari kunnen pakken. Dat kan wel. Dan hebben we nog $500.000 over. Renault en Honda. Ja, Honda heb je in seizoen 1 en 2 al gezien. Dat gaan we dus nu niet doen. We pakken nu een betrouwbaarder iemand. Mercedes wordt het, want ja, die is ook wel krachtig en kost minder dan de Ferrari. En ik ga dit keer voor... Kijk, kan Nick de Vries? Kan dat, want het zou wel heel vet zijn als hij bij ons in het team kan. Lukt dat? We moeten even kijken. Ik heb gewoon op de B-knop gedrukt. Renault kunnen we ook pakken. Honda ook, maar ik zit gewoon meer te twijfelen tussen Ferrari en Mercedes. Ik denk dat het gewoon het beste is van die twee. Nick de Vries kan helaas niet. We missen 800k. Missen wij. Dan kunnen we voor iemand anders pakken. Bijvoorbeeld Louis Delatras. Ja, het kan. In totaal 200k winst. Ik vind het mooi. Dit keer niet met Honda, maar met Mercedes en met Louis Delatras. Ik kan nog even kijken of we misschien iemand anders kunnen pakken. Ja, Antoine Hubert hebben we in seizoen 1 al gepakt. En dat was toch niet echt een feest. Dus, mooi. Delatras dus toegevoegd. De Mercedes motor toegevoegd. En dit is dus de livery. Ik vind hem heel erg mooi. Mooier dan in seizoen 2. Het logo is, ja, de badge is eigenlijk gewoon goed. Het past erbij. De teamkleuren nog even aanpassen naar rood, lichtblauw en groenachtig. Ongeveer. Mooi. Nou, ik vind het denk ik gewoon goed zo. Even kijken, het nummer klopt nu wel. Goed om te zien. De helm is ook mooi geworden. Alles klopt. Ja, nummer 1 kunnen we helaas niet. Dat is jammer. Oh, ik pak... Nee, ik denk ik pak de verkeerde nummer. Ik pak geen verkeerd nummer. Ik vind het goed zo. We gaan naar Advance. Dit zijn dus de kalender. Dit is de kalender. Dit zijn de races. En we pakken voor 10 wedstrijden. Gaan we even kijken welke we eruit gooien. Vietnam denk ik sowieso eruit. Daar gaat China voor in de plaats. Japan eruit. En Singapore komt ervoor in. Ik vind dat toch een leuke baan. En Brazilië eruit. En Abu Dhabi erin. Doe maar. Nou, hier dan dus de settings. 50%. De AI gaat naar nummer 85. En 90 kan, maar ik vind dat misschien wel iets te. De gameplay settings is gewoon, ja, zoals altijd bij mij. Ik vind het goed zo, denk ik. Nou, de AI toch nog wat lager, hoor. Of we kunnen er ook van kiezen om gewoon, ja... Kijk, we gaan gewoon kijken of de AI goed is. We doen eerst een paar vrije trainingsronden. Ja, die heb ik dus niet in de video die ik nu overspreek, niet erin zitten. Maar
Daar ben ik dus even gaan worstelen, kijken wat de beste afstelling is van de AI. En ik heb besloten om gewoon op 85 te zetten. Ik vind dat gewoon goed. En hier hebben we gewoon Will Buxton, zoals altijd, bij begin van F1 2020 Mighty Career Mode. And welcome to the HQ of Formula One's newest team. We've been invited backstage to gain an exclusive insight into what could be one of the most exciting entries in the sport for many years. Now we've seen a number of new teams enter the sport over the last decade, amongst their number Manor, Caterham, HRT and of course Haas. And while some have proved to be successful, others have morphed into different teams and some have disappeared completely. What marks this team out though as being something different is that its owner is also its driver. Now, there's a rich history of that in Formula One too. Sir Jack Brabham, John Surtees, Graham Hill and Bruce McLaren all drove their own cars in the sport, but it has become increasingly rare in recent years. What's very special about this team though is that while the team itself is new to Formula One, so too is its driver and owner. Whatever happens this season, you've already made the history books. Tell me, do you feel up to the mammoth task of both managing and driving for a Formula One team? Zoals altijd denk ik gewoon van wel. We moeten gewoon ons best blijven doen, anders gaan we achteruit. Was it that drew you to your teammates? Ja, ik had in 2001 wel gemerkt dat Antoine Hubert niet zo goed was. En ik denk, laat gewoon iemand anders pakken. Louis Delatras, waarom niet? Hij is nog jong. Hij heeft potentie. Dus ja. We gaan gewoon voor Williams vechten om een plekje, denk ik. Ja, ik ben best wel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe, hoe die auto performt. Both on and off the track. How are you planning to catch up to them? We moeten gewoon in seizoen 1, wat een kort seizoen is, gewoon kijken wat de auto doet. En in seizoen 2, dan gaan we gewoon een volledig seizoen doen, denk ik. Ja, dan kijken wat het dan gaat worden. De kans. Ik denk toch dat de Jezus Christus, dat gaat lekker. Durability gewoon goed is. Wat zullen we doen? De power unit. We gaan Mercedes gewoon een extra steuntje in de rug zetten. That's about all we've got time for here. We will see how this fledgling team fares in its first Grand Prix. Nou, dankjewel, Bill Buxton. Okay, great. Thank you. That's a wrap. Mooi. Dat dan dus ook weer gehad. En dan gaan we ons gewoon opmaken voor Bahrein, niet Australië. Het wordt namelijk Bahrein wat de eerste race wordt van F1 2020 My Team Career Mode. Ik vind het eigenlijk best wel jammer dat het zo is gelopen. Ik had gewoon, dat bestandje had ik gewoon niet moeten weggooien. Maar ja, het kan gebeuren. Het was gewoon, handelde gewoon iets te vlug. En daardoor is alles gewoon nu verneukt. Dus, niks weggooien. Ja, zolang je er maar bij stil staat wat je weggooit. Tip van Jinan, let's go. Terug naar de video natuurlijk. We gaan gewoon even de kalender invullen. En dan is het gewoon, ja, kijken wat we kunnen doen voor de grote prijs van Bahrein. Ik verwacht er ook niet zo heel veel van. Ik ga daar met een volledige downforce setting rijden. Want de auto heeft gewoon helemaal geen downforce. Ik heb dat gewoon gemerkt in de vrije trainingen. Maar met meer downforce is de auto best wel goed. Tenminste, zoals ik rij, is hij goed. Daar bedoel ik mee de handelingen die ik doe. Ik vind de activiteiten eigenlijk gewoon mooi. Even kijken wat de IT department allemaal zegt. Ik heb er allemaal geen verstand van. Nou, we hebben Haas, Williams en Alfa Romeo wel gepasseerd. Dat is goed. Een paar mini-updates. Gewoon om te kijken wat de auto aan kan in China. Of ik weet dat niet meer wat de volgende race is. Boeit het ook helemaal niet. We gaan gewoon eerst lekker naar Bahrein toe. Maar ook eerst de autopresentatie. Ik vind het allemaal best. Mercedes Red Bull. Hey, Racing Point naar nummer 3. Dat is interessant. Dan gaan we gewoon de tijd doorspoelen. En dan is het eigenlijk tijd voor de onthulling van de auto die jullie eigenlijk al lang gezien hebben.
maar de mensen in de game nog niet. Dus nu komt gewoon weer het standaard F1 muziekje erbij. De auto wordt gepresenteerd en ja, voilà, here you go. Dit is de auto. Ik vind hem eigenlijk de beste die ik tot nu toe heb gemaakt. Ja, seizoen 2 was ook heel mooi. Maar deze is ook vet hoor. Eerlijk gezegd. Wat vinden jullie ervan? Ik hoop dat hij goed is gelukt. In Zandvoort komt er gewoon weer een aparte livery. We gaan er gewoon weer oranje doen. Maar ja, ik vind het goed gelukt. Ik hoop jullie ook. En dan gaan we gewoon lekker door, ja, naar Bahrein toe. Ik verwacht daar toch niet zoveel bijzonders. Want het team is gewoon kapot langzaam. Gewoon kapot en kapot langzaam. Tanto langzaam. Fucking langzaam. Langzaam, dat is het. Ja. We spoelen de tijd gewoon even lekker door. Wel wat inkomen. Goed om te zien. Ja, prima. Een paar updates zijn dus gered. En we zijn dus hier dus bij Bahrein. Ik zie jullie zo bij de kwalificatie. En ja, wie weet wat het gaat worden. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij onze allereerste kwalificatie in F1 2020 Mighting Career Mode hier in Bahrein natuurlijk. Ik verwacht er eigenlijk niet zoveel bijzonders van. Want de auto is voornamelijk snel op het rechte stuk, maar niet snel in de bochten. We missen gewoon de downforce. Omdat we nog aan het begin van het seizoen rijden natuurlijk. We moeten gewoon, ja, niet te wild insturen, terwijl we een track limit waarschuwing krijgen. En dan komen we op een P5 terecht. Dat is op dit moment een P19. En dus ga ik me dus verbeteren. Hoop ik. Ik heb er wel een haas voor mij, Romain Grosjean. We zitten wel in het groen. Kijken of hij ons niet gaat ophouden, dat is de vraag. Ja, hij gaat ons wel ophouden, remt hier in één keer op een heel irritant punt. En daardoor verlies ik gewoon, ja, de auto en doe ik even een spin. Wel een 5 plekken straf gekregen, maar hier is dus even in de herhaling. Ik gunde Grosjean geen centimeter, daardoor raakte ik de muur. Kwam ik in het grind en raakte ik ook Romain Grosjean en daardoor spinde ik, voorvleugel dus beschadigd. En we moeten de pits opzoeken. En het is denk ik einde kwalificatie. Dat is jammer. Heel erg jammer dat dit is gebeurd. Waar staan we dan? Een P20. Met een 5 seconden straf. Maar de letras wel. Ja. Gepakt in de kwalificatie. Niet zo heel veel, want ik had eigenlijk al het plan om op de mediums te starten. En dan de race uit te rijden op de harde band of op de softband. Ik hoefde toch niet vooraan te starten? Ja, ik had de downforce gewoon niet. Simpelweg. Appreciate your time. Oké, dankjewel Colette. Team McLean met mezelf en Louis Delatras. Geen George Russell, geen Antoine Hubert. Het is nu Louis Delatras. Even wennen voor mij, maar het geeft helemaal niks. Oh joh, Delatras is gewoon gelijk level 4 in één keer. Jezus Christus, wat gaat dat snel. Unfortunately, we've picked up some grid penalties. And we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Nou, Jeff heeft ons nog even geadviseerd over de penalties. Geeft niks, we gaan gewoon, ja, de wedstrijd beginnen hier voor de allereerste aflevering in F1 2020 My Team Career Mode in Bahrein. We zijn er klaar voor, we zaten vanaf P22. Welcome to the 2020 Formula One World Championship. Here we are at the first race in what should be another thrilling season.
I think the action this year will be very, very close. But as always with F1, you can never be too sure. Anyway, let's get started. There's no shortage of passing opportunities around the 3.36 miles of the Bahrain International Circuit, with the best at turn one, of course, and then another soon into turn four. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, and we could see one or two flat spots into the tight left-hander of turn 10. Can Mercedes start with victory in their bid to win a 7th consecutive Constructors' title? Could Ferrari or Red Bull establish an advantage early on? And with 22 cars on the grid, how quickly can the new team find their footing? Well, it's great to be back, Anthony Davidson. We've got a lot to talk about this year. That's right, Crofty. It felt like a long winter, but it's good to finally be back. I have to think the usual suspects will battle it out at the front, but there are always going to be some teething problems early on in the season, so whoever can keep on top of their issues will have the advantage today. As I mentioned earlier, we're up to 11 teams this season, with a new entry run by, well, of all things, an owner-driver. That's something we haven't seen in this sport since Hector Rabach over 4 decades ago. So how are they looking so far? Ever since their participation was announced, there were questions being asked about whether an outfit like this could survive. And certainly it's proving to be a trial by fire so far. Let's hope they can continue to draw in investment and find a little more pace as well. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Albon, Sebastian Vettel, and Leclerc, Perez, Ricciardo, Sainz, and Lando Norris, Gasly, Ocon, Daniel Kvyat, and Raikkonen, Russell, Giovinazzi, Romain Grosjean, and Kevin Magnussen, Stroll, Latifi, Delatraz, and the rookie. Which of these talented drivers will come out on top today? Okay, new season, and we're starting at the back. Let's see if we can do better in the race. Nou, Jeff zegt, ja, laten we kijken of we beter kunnen doen in de wedstrijd. Medium hard is de strategie. We nemen wat extra fuel mee om misschien hard te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de allereerste aflevering van F1 2020 My Team Career Mode. Een nieuw seizoen, een nieuwe teammaat. En we zijn onderweg. De lamp ging al best wel snel uit. En ik zat even te slapen en Delatraz is al gelijk wat beter weg. En we rijden nog steeds lekker achteraan. Divebomb maken hier. En Stroll verdedigt die buitenkant. We moeten er even opzij. De lange weg nemen. En Stroll gunt daar ons geen moment ruimte. Dus we moeten op de rem. Maar P18. Giovinazzi kan een aanval wagen. Doet hij ook naar de buitenkant. Volgens mij zit er ook Kevin Magnussen ook aan de buitenkant. En wij moeten die positie afstaan helaas. Jammer, maar 3 wijd kan helaas niet op dat stuk. We zitten dus nu achter Kevin Magnussen en Antonio Giovinazzi. That's a decent start. Maar geen schade opgelopen in de openingsronde van de wedstrijd. Goed om te zien. P20 op dit moment. Hier een betere exit hebben dan Giovinazzi en Magnussen. Lukt dat deze 2-in-1 inhaal? Actie. Ja, zeker lukt dat. Een hele mooie zelfs. Dat is het goede woord. Zelfs. Niet zelf, maar zelfs. P18. Weer terug. Op de positie. En Stroll en Kvyat zitten met elkaar te knokken. Dat zie ik. Maar we moeten op de rem. Omdat Stroll daar gewoon langzaam rijdt. Ronde nummer 2. En hij rijdt op de softbanden. Dus hij is wat sneller. We kunnen hier nog geen aanval wagen helaas. We rijden op de mediumband. Dus we gaan lang door op deze set banden. Groen is sector 1. 7,8 seconden sneller. Goed om te zien. We moeten nog even geduld hebben met Lance Stroll. Naar de buitenkant gegleden. Ik heb namelijk geen downforce. Stroll voor een 2-stopper hoor ik. Interessant. Volgens mij leidt Kimi Räikkönen dit treintje. Hier gewoon iets te wijd. En Stroll kan hier gewoon weer van ons wegrijden. Maar dat is niet erg. We moeten gewoon de positie vast weten te houden. Een puntenfinish is gewoon nu niet belangrijk. We moeten gewoon de auto heel huids naar huis zien te brengen.
Wel groen in sector 1 en 2, goed om te zien. Kunnen we Stroll dan hier passeren? Nee, hij zit net te ver weg. En dan gooit hij hier volgens mij ook weer zijn overtakeknop aan, dus hij gaat van ons wegrijden. Kijk maar. Oké, we zijn een seconde sneller dan de auto voor ons, goed om te zien. We remmen wel naar Landstroll toe, maar kunnen nog niet echt een aanval wagen. We moeten nog even geduld hebben. De achterkant wil wegglijden. Dat is wat irritant. DRS hier wel beschikbaar. En een aantal jongens duiken naar binnen. Ik weet niet wie. Verstappen. Sorry, Lewis Hamilton. Blokkeert daar Landstroll. Hoppata. En dankjewel Lewis. We duwen hem daar ook gewoon wijd. Maar Lewis heeft gewoon even geholpen. Met een inhaalactie op Landstroll. Super bedankt van de zesvoudige wereldkampioen. Dan is de volgende George Russell. Die in seizoen 2 onze teamgenoot was. Maar nu in seizoen 1 gewoon nog voor Williams rijdt. Kunnen jullie dan aan de buitenkant proberen bij George Russell. Een momentje overstuur. Jazeker lukt dat. Prachtige inhaalactie aan de buitenkant bij George. En we rijden op dit moment op een vierde plek. Volgens rijdt Kimi Räikkönen, gaat voor een podium, maar de race duurt nog 20 ronden lang. Dus dat podium gaat er gewoon niet komen. We moeten gewoon een puntfinish halen. Als dat lukt en zo niet, dan gewoon de race uitzien te rijden. We kunnen hier nog niet echt aanvallen. We moeten nog even wachten. Lewis Hamilton rijdt ook dichter naar ons toe. Maar hij moet volgens mij nog een keer naar binnen toe. Rijdt op de softbanden. En Hamilton zit hier aan mijn binnenkant, maar heeft niet de tractie die hij zoekt. Wel de snelheid, dat weet ik wel. Wij rijden trouwens met motoren van Mercedes, dus we hebben de snelheid wel, maar de downforce niet. Dat is gewoon het probleem, dus we moeten nu gewoon ons focussen op de downforce. En dan pas op de snelheid. Je weet wat ik bedoel. Hamilton kijkt er wel aan die binnenkant. En hij is er gewoon voorbij. We laten hem gewoon gaan. We gaan gewoon mee profiteren van zijn slipstream en DRS. Om misschien Kimi Räikkönen terug te heroveren. Wat zeg ik nou? Om Kimi Räikkönen aan te vallen. Maar dat lukt gewoon niet, want de exit is gewoon belachelijk slecht. En Hamilton gaat denk ik Kimi Räikkönen aanvallen. Lukt dat? We kijken toe op eerste rang. Nee, want Räikkönen verdedigt die plek. We remmen weer laat naar Lewis toe. Kunnen we hier dan weer een aanval wagen? Wel een momentje overstuur. Helaas net niet. We komen net tekort. Jammer. We moeten ook gewoon eerst gaan besparen, zie ik. Hier dan wel aan de binnenkant. Dat had Lewis niet verwacht. We raken elkaar. Maar er is geen schade aan beide auto's. Licht contact. Maar geen drastische gevolgen voor beide auto's. Goed om te zien. Maar Lewis zat wat te slapen. Mooi moment. Maar daardoor verrem ik mij hier en is die inhaalactie gewoon in één keer helemaal weg. Mijn rechterband heeft het zwaar, want ik blokkeerde daar gewoon volledig. Dus we moeten nu bij de les zien te blijven en gewoon naar Hamilton toe zien te rijden en gewoon niet aanvallen. Gewoon kijken wat hij doet. De pitwindow opent in 3 ronden tijd. Daar zit dan ook Valtteri Bottas te kijken met een aanval. Dat lukt ook, maar wij duwen hem naar de buitenkant. En hij remt hier wat later. En Räikkönen rijdt nog steeds op die vierde plek, want Lewis Hamilton heeft hem gepasseerd. DRS hier geopend, wij verdedigen deze binnenkant. Bottas kijkt hier naar de buitenkant, maar wij remmen hier gewoon weer later dan de Finn. En dat was gewoon niet slim. Hetzelfde net als bij Lewis Hamilton. We remden daar ook gewoon veel te laat. En de positie is nu in handen van Valtteri Bottas. De volgende die een aanval probeert te wagen bij ons heet Alexander Albon. Interessant wat hij op P7 doet. Zometeen is DRS hier geopend. En we gaan gewoon naar binnen voor een setje harde banden, want de banden zijn er gewoon aan. Hij heeft het best wel lang volgehouden, een ronde of 12 voor een medium band. Ik vind dat best wel lang. En we gaan gewoon op het allerlaatste moment naar binnen.
En dan gaan we kijken wat de rest doet. De pitwindow is ook gewoon nu open. Perfecte timing. En kijken wat de pitstop wordt. Nou, 2,0. Snelle pitstop. Goed gedaan. We komen dus achter Lance Stroll de baan op een gat van 2,3 seconden. Sorry, 5,3 seconden zelfs. Lekker groot dus, we moeten dat gat gewoon zien te dichten. Maar dat lukt ons wel. Er zijn nog maar 16 rondes te gaan in de wedstrijd. Gaat lekker hard. Dus het schiet al aardig op. En daar is dan ook de rest van het veld naar binnen. Ocon, Magnussen, Russell, Raikkonen. Wie hebben we nog meer? Nou, dat waren ze. En we komen voor Raikkonen de baan op. Jazeker, net voor Kimi Raikkonen de baan weer op. Dus die hebben we geundercut. Mooi om te zien. Weet wel dat Raikkonen nu een ronde nieuwere banden heeft. De Letras, Latifi, Kvyat. Ook allemaal naar binnen. In ronde nummer 15. Die gaan ook allemaal naar de harde band. Interessant. En dan gaan we zo meteen ronde nummer 16 alweer in. Of 17 of 18. We zien het allemaal vanzelf wel wat er nu op het scherm verschijnt. En het is op dit moment een ronde nummer 16. Grosjean, Leclerc, allemaal naar binnen gedoken. En Grosjean naar de soft en Leclerc naar de mediums. Oké, interessant. We rijden op dit moment op een P12. Goed om te zien. 6 seconds. They're on fresh hards. Their tires are one lap old. The time last lap. Daar hebben we dan Carlos Sainz. En P7 is veroverd met nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. We hebben gewoon een reuzensprong gemaakt. En Sainz kan hier niet terug aanvallen. Goed om te zien. Staat ook gelijk onder druk van Charles Leclerc. Maar Sainz kan wel naar ons toe rijden. Het is daar geel. Er is iemand uitgevallen. Is dat een Renault van Esteban Ocon of van Daniel Ricciardo? Ik denk van Ocon. Ja, Ocon uitgevallen. Okay, clear. Dat brengt geen virtual safety car of een safety car de baan op. Goed om te zien. Nu hebben we Charles Leclerc achter ons. En Leclerc vergalopeert zich gelukkig niet in die bocht. Maar kijk daar wel. Aan de binnenkant. Daar was geen plek. Ik dacht even dat hij hem ernaast zette. Maar dat was dus niet het geval. Hij zet hem er wel naast, maar niet helemaal. Hij, ja, keek alleen. 3 ronden fuel remaining. Ronde nummer 27 dan inmiddels. En Leclerc komt hier gewoon voor een aanval om P7 in de wedstrijd. Kijkt naar mijn buitenkant, maar remt laat. Remt laat, oké, okay, dat had ik niet verwacht. En nu rijdt Sebastian Vettel achter ons. De teamgenoot van Charles Leclerc. Nog 3 rondes te gaan in de wedstrijd. Inclusief deze namelijk. En Vettel zit wel dicht achter ons hoor. Het gat is 1/4. We verremmen hier ons wel een klein beetje. Oh Vettel, wow. Rustig aan jongen, rustig aan. Kalm aan. En dan schiet hij hier wel door. Vettel schiet eraf. Vettel schiet eraf. Dat is pijnlijk voor Sebastian. Die valt daar ver terug. En de puntenfinish is wel weggeschreven van de Duitser. Ronde nummer 28. En Charles Leclerc kijkt hier naar de buitenkant. Lukt niet, want wij blokkeren hem daar. Nou, Leclerc zet daar ons wel even goed onder druk. Maar nog steeds P7 is van ons. Maar ik voel gewoon die druk van Charles Leclerc. Oh, licht touché.
remmen hier weer lekker laat, terwijl Carlos Sainz een 1.30.7 laat noteren en Leclerc is er dit keer wel voorbij. Kunnen wij hem dan ook zometeen gelijk terugpakken? Dat is de vraag. Momentje overstuur op die curbstone en ik kom hier van heel ver. Raken Charles Leclerc, maar goed dat onze auto niet is beschadigd. Ricciardo rijdt nu achter ons. Lewis Hamilton zet een 1.30.6 neer, terwijl ook Daniel Ricciardo dezelfde fout maakt. Komt daar gewoon veel te hard aanrijden en moet ook helemaal achteraan weer beginnen. Dit keer is het Sergio Perez die nu achter ons zit, want Charles Leclerc is naar binnen gedoken. En dus is dit een dramatische wedstrijd voor Ferrari. Dat was ook in seizoen 2 al, toen Max uitviel voor Ferrari. En Leclerc een hele slechte wedstrijd had. Ja, Max reed toen voor Ferrari. Had je niet verwacht. Het is toch wel zo. Ja, Perez doet dit slim. Wacht gewoon af. En we maken een foutje. Lewis Hamilton wint de wedstrijd. En wij gaan gewoon denk ik onze allereerste puntenfinish hier gewoon pakken in Bahrein met een P7. Want Sergio Perez, niet Charles Leclerc, Sergio Perez gaat het ons hier niet makkelijk maken. Momentje op die curbstone, dat ziet ook Sergio Perez. Maar het was alleen maar bij dat moment. Volgens mij pakken wij een mooie P7 bij ons debuut in de Formule 1. Goed om te zien. Nou, een prima wedstrijd, prima openingsrace van het nieuwe seizoen. En dan gaan we ons opmaken, ik denk voor de grote prijs van China. So Mercedes have won it, and what a great race it was. So Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, hierbij dan dus de uitslag. Lewis Hamilton wint de openingsronde. Valtteri Bottas maakt een 1-2 voor Mercedes compleet. Lando Norris naar het podium. En dan zetten we dus naar P7. En wij krijgen ook Driver of the Day van de fans. Russell mist een punt. Dat is heel jammer. Louis Deletras, P21. Pijnlijk. Maar wel P6 voor... ja, ons team gepakt in de openingsronde van onze career mode. Goed om te zien. En hier hebben we Claire. Do you think that grid penalty was justified? Nee. Grosjean liet mij daar gewoon geen ruimte. Als je de race hebt gekeken, dan denk ik van wel, Claire, want ik weet niet wat dit voor vraag is. Jazeker, die zijn altijd goed. Ja, eigenlijk blij om mij te zien. Nee, ik moest er hard voor knokken, maar dat mag ook wel. Ellebogenwerk. Oké, doei Claire. Het team acclaim hier dan dus met mijzelf en Louis Deletras. Ja, zoals altijd 2-4. Deletras heeft dan een voorsprong op ons. De cash wat schade misgelopen. Sorry, wat geld misgelopen dankzij de schade. Sorry, team. Excuseer hierbij. In totaal $625.000. Goed om te zien. Dan kunnen we misschien wat gaan spenderen, maar ik weet niet of dat wel kan. Ja, en dan zijn we gewoon weer lekker terug bij het oude eigenlijk. Dit was dus de video mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben
ondanks dat we gewoon opnieuw moeten gaan beginnen met de career mode. Vond je hem leuk? Beloon het met een like. Ben je nieuw op mijn kanaal en meer wekelijkse afleveringen van F21 My Team Career Mode zien? Druk dan op de abonneerknop en schakel ook een like en belletje op alles aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruiksnaam staat in de beschrijving en in mijn banner. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij F21 My Team Career Mode. Dan gaan we, als ik het goed zeg, verder in China.